Vrienden, het is toch ook wat, hè? Met het kabinet van ons, van Nederland. Heel veel landen, die helpen al hun burgers, hè? Die compenseren en die zorgen dat die mensen door al die prijzen die oplopen, dat ze die gaan helpen. En alleen Nederland doet nog even niks. Nederland is nog aan het nadenken, het kabinet moest eerst nadenken, want het is allemaal traag Den Haag, dat is het gewoon, traag Den Haag. En dat is al gebleken. Toen bij de formatie, hoe lang heeft dat niet geduurd? En daarna zie je ook allemaal geamateur en gedoe. En nu weer, nu is het weer allemaal traag. Want er moest allemaal nagedacht worden of er gecompenseerd kon worden. En het was allemaal moeilijk. En dan hebben ze nu eindelijk een beslissing genomen. Vrienden, ja, we gaan de burgers helpen. Maar dat doen we pas 1 juli. Ha! Hey, het is nu half maart. Tel even mee. Dat is half april, half mei, half juni, 1 juli. 3,5 maand moeten de mensen nog wachten. Omdat ze een beetje verlichting krijgen van hun problemen. Dat is toch ongelooflijk, vrienden. Hoe kan dat nou bestaan? Want tegen die tijd, tegen 1 juli, is misschien die oorlog al lang voorbij, weet je veel? Dan zijn die benzineprijzen al lang gezakt. En wat dacht je van die gasprijs? Tegen die tijd van 1 juli, dan speelt dat even niet meer. Want dan zitten die mensen op een balkon en weet ik veel, die zitten zichzelf in te smeren tegen de zon. Beste vrienden, ja, dat is er aan de hand. Dat in Den Haag snappen ze helemaal niks van urgentie en van veranderende omstandigheden. Ze hebben geen idee daar. Want vrienden in Den Haag, het moet nu. Het moet vandaag Den Haag. Dat is het. Vandaag Den Haag, heb je het gehoord? En niet 1 juli. Want je kan toch gewoon dingen regelen? Dingen kan je toch gewoon voor elkaar krijgen als je er even jezelf toe zet? En omdat het dan belastingtechnisch of weet ik veel wat dingen niet kunnen, dan gooi je het maar om. Dan verander je het maar direct gewoon. Ik weet nog, vrienden, dat ik een keer een olifant nodig had. John de Wolf, die ging op een olifant zitten. En dat moest de volgende dag. Dus ik zei tegen mijn productie, ik moet morgen, komt er een olifant? Ja, maar dat kan niet op zo'n korte termijn. Dat gaat niet lukken en noem het allemaal maar op. Morgen is er een olifant. En er was een olifant. Alles kan. En dat moeten ze maar eens weten in Den Haag. Dus herhaling, mededeling. Vandaag Den Haag.